Bij het overlijden aan een hartstilstand denken we altijd aan volwassenen. Maar met hartritmestoornissen is dit dus ook al een probleem op de kinderleeftijd. Kinderen hebben een risico om levensbedreigende hartritmestoornissen te krijgen. Dat kan in het ergste geval leiden tot overlijden. Gelukkig wordt ook een aantal kinderen succesvol gereanimeerd en die overleven. Kinderen kunnen eigenlijk na zo'n reanimatie bijna nooit meer functioneren op hetzelfde niveau waarop ze functioneerden voor de reanimatie. Hun eigen toekomst die verandert door wat hun is overkomen. Je ziet aan de buitenkant niet dat ze iets hebben, maar de kinderen kunnen niet op het schoolplein compleet fanatiek meedoen met voetballen. Omdat deze hartritmestoornissen heel vaak erfelijk zijn, dat brengt ook voor het gezin een hoop onzekerheid met zich mee. Omdat ze opeens ook nog broertjes of zusjes het kunnen hebben. En dat is een diagnose die ze de rest van hun leven met zich meedragen. En de rest van hun leven die onzekerheid geeft dat er plotseling op een onverwacht moment iets kan gebeuren. Wat we zien is dat we helaas nog niet alle kinderen op tijd herkennen. We hebben nog niet voor alle hartritmestoornissen een goed werkzaam medicijn. Op het moment dat we, als we meer weten waarom deze hartritmestoornissen ontstaan en waardoor ze precies ontstaan, dat deuren opent naar nieuwe behandelmethoden. Mijn toekomstdroom is dat we deze levensbedreigende hartritmestoornissen bij kinderen kunnen genezen. Hiervoor is heel veel onderzoek nodig en daarvoor is hard geld nodig. Het is nog een lange weg te gaan, maar ieder stapje is er één.